Ik wilde heel graag Olympisch kampioen worden. En ik wist dat ik heb 4 kansen. Maar ja, het kan ook 4 keer net niks zijn, ja. Zeg maar. Nee? Ik denk dat Kai het best kan winnen. Ik denk dat Kai ook best wel kan winnen. Ja. Ah, zeker ik de wel. Ik wil een stukje doen. Ja, ik denk het wel. Ja, dit klinkt goed hoor. Oh, kut. Jullie hebben echt een strijd, hè? Een ontbijtstrijd. Nou kijk, nou, dat is geen strijd. Hij verliest gewoon sowieso dik. Oh, damn. Hoor je dat? Hoor je dat, Rutger? Ja, hij doet het is een hele simpele dit. Hij doet maar 1 minuut in de magnetron. Pick your battle and win the war. Dan ga ik hierna en dan ga ik even laten zien dat ik het nog beter kan. Vorige keer dat ik dit deed, explodeerde alles. Een soort kerstbal. Rondom. Oh, er zit wel rozijn in. Oh, lekker. Het is niet zo veel deze keer, maar ja, doe je. Kan ik wel trainen. Ga je wel op schaatsen? Ja, hij smaakt goed hoor, Rutger. Hij is goed, hè? Ja, hij is goed, hè. Jij weet gewoon van jezelf wel een beetje hoeveel nou, je... Nou ja, ik luister op zich wel naar mijn lichaam, maar die is ook niet altijd te vertrouwen, want ik heb gewoon altijd honger. Dus ik moet af en toe mezelf eerder remmen dan dat ik zeg maar meer moet eten of zo. Dat is wel heel herkenbaar. Maar dat hebben heel veel sporters wel op een gegeven moment dan. Ja. Ben je gewoon met heel weinig, om met zeg maar hetzelfde eten wat normale mensen eten, gewoon heel veel te trainen. Ja, je weet het. Je wordt gewoon heel efficiënt in je lijf. Dus ja, uiteindelijk helaas, zeggen ze altijd, als topsporter kan je alles eten. Nou, dat is niet helemaal waar. Nee. Ik eet elke ochtend yoghurt. Ja. En dan doe ik heel vaak muesli erin. Met wat fruit erbij, dus met een banaantje of een appeltje of whatever eigenlijk. Ja. En dan ready. En dan ben ik helemaal ready voor de dag. Dan heb ik gewoon genoeg energie en langdurige energie dat het niet snel door mijn lichaam heen gaat. En dat ik dan een zieke suikertip krijg ofzo. Ja. Moet je dat, is dat op een wedstrijddag nog heel anders? Met voeding? Nee. Wedstrijddag probeer ik altijd een beetje te plannen. Dat het zeg maar... dat je ongeveer 3 uur voor je wedstrijd even wat eet en dan... Dat je geen last van krijgt denk ik. Van nee. Bij fietsen bijvoorbeeld moet je ze echt loaden inderdaad. Maar ja, schaatsen natuurlijk maximaal, voor mij maximaal 1 minuut en 50 seconden, dus Hallo. Hey. Goeiedag. Wij gaan krachten. Krachten. Touch on my feelings, dress and appearances. Feeling more solid about who the man in the mirror is. I reach for hearts through the speaker box to connect with strangers. Painting the page with the language, but off the mic I barely speak it all. I seldom see a flaw, bitch, I need it all. Shook by the way life is lately, I feel the earth pirouette. I'm dazed like I'm seeing stars. Got them all on the wave, it's more than just words to a page. De onthouders trainen gewoon meer op de fiets. Een paar uren meer. En ze doen gewoon meer specifieke training op de fiets. Qua intervallen. Terwijl wij dan denk ik iets meer op het ijs doen. Meer explosieve dingen denk ik, of niet? Ja. Ja, het verschil is denk ik ook, is dat wij maken wel echt veel minder uren. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld om iets heel simpels te noemen. Met schaatsen moeten wij gewoon veel dieper zitten. Ja. Dus dat veel is gewoon verzuur, een heel andere. Ja, zij verzuren ook wel, maar een heel ander soort schaatsen eigenlijk. Ik weet nog fietsen, krachten, schaatsen, sprinttraining, hoektraining. Dus dat is ja. En hoe anders ziet bijvoorbeeld het schema van Sven eruit dan ten opzichte van jullie? Of ijs. Ja, wat ik net zei, gewoon, die fietsen gewoon veel meer. Yeah. En op het ijs doen ze gewoon meer intervalprogramma's. Yeah. En wij doen gewoon veel meer rustig, omdat we gewoon minder belastbaar zijn eigenlijk ook. En veel meer op techniek en explosiviteit. Yeah. Onze ploeg bestaat gewoon eigenlijk uit 3 groepen. Dat zijn vrouwen. Show me it's hard to feel like they know me when I'm just scrolling through images. Truth be told, I feel pain, but I'm on the pinnacle. Been chasing this music thing for a minute though.
know some good people that never see success. And here I am sitting worried about show appearances. With everything crazy, you still my source of peace. You filter out the lows, you give me what I need. We'll give you the world, but it don't belong. Verschil? Ja, met de sprintafstand heel lang. Voorstaan niet. Ja? Geen voorstaan. Nou, het is zomer wel, weet ik niet. Moet je nog wel voor wedstrijden echt veel kracht doen of ben je er niet? Ja, ik heb nog wel meer als mijn rug, maar moet echt eens meer doen. Ja. Oh, ik dacht precies. Ja, een poging tot kool. Je moet vooral het maar niet. Je moet vooral opletten als Kai even deze doet. Haha, de bridge. De bridge. Ja. 3, 2, 1. Hier wordt het onderscheid gemaakt tussen sprints en allrounders. Ja? Want jullie zijn hier veel beter in of veel slechter in? Veel beter. Heel beter. Doe ik dat zijn niet, hè? Doet hij niet. Dat doet hij niet. Echt wel, ik denk dat ik het nog meest van al aan. Ja, kom maar! Is dat op de speer? Ja. Stond hij erop of niet? Ja. Je kan een rondje, hè? Ja, kom. Maar dan zit je wel heel te denderen. Het is, Ja, ik denk het. Live muziek. Trek ik de deur dicht, hoor. Een paar keer gehoord van de week. Vond je het mooi? Ja, ik vond het prachtig. Hey, de deur is eraan. Mij kan je wel horen, denk ik. Ik probeer je allemaal wel een moeder in. Ja, echt? Lang nog? Let niet op voor de... Laat hij me straks nog een minuut. Staat al 1-0 voor zaterdag. Een boyband, daar zit geen DJ in, hè? Dat weet je. Ja, nee, hij is eigenlijk, maar je moet wel geproduced worden, toch? De opvulling. Maar kan je dan ook wel piano spelen? Hoe heet die gast ook alweer? Nick? Nick van de Backstreet Boys, Nick of zo? Nick. Maar kan je ook zingen? Ik kan niet zingen. Nee. Maar toch ben je de leadzanger. Ja, dat komt door mijn looks, niet door mijn gouden kilo. Nee? Ik denk dat Kai het best kan zingen van ons. Ik denk dat Kai ook best wel kan zingen. Ja. Oh, zeker. Ik wil hij wel een stukje doen. Ja, ik denk het wel. Hij ziet er wel uit alsof hij daar echt zin in heeft. Ja, dit klinkt goed hoor. Oh, kut. Damn. Got him. Jij bent helemaal wakker en zo. Het is heel grappig. Ik heb de hele tijd staat. Dus ik kan niet eens een flesje in de prullenbak gooien en krijgen weer een schok. Het was wel een goede wedstrijd, alleen ja, op de spelen hoop je gewoon altijd iets speciaals neer te zetten. Hè. Ja, dat is gewoon net niet gelukt, denk ik. Maar ja, ik wist sowieso wel dat voor mij het doel is gewoon sowieso, ik ben nu 21 en ja, die jongens om me heen zijn gewoon even net wat ouder. Ja, er zitten uitzonderingen tussen natuurlijk, maar ja, ik merk gewoon dat ik gewoon even wat meer ja, trainingsuren nodig heb. Nou, ik had sowieso zeg maar, dit seizoen al niet gedacht dat ik hier al zou zitten, nee. Zeg maar. Dus daar moet ik gewoon trots op zijn. Ja. Los daarvan wil ik wel gewoon hier goed rijden, maar ja, ik kan niet van mezelf verwachten dat ik nog een keer die stap maak, omdat die stap maken was al echt heel erg groot. Ja. En ja, sowieso verbeteren in topsport is al echt extreem lastig. En als je dan ook al zo'n grote stap maakt, en verwachten mensen dat je het ook nog even nog een keer doet. Ik merk het om me heen ook heel erg hoor. Van ja, weet je, je zit niet ver van het podium. En nou ja, die verrassing kan nog wel een keer. Maar het is niet zo makkelijk als je denkt. In het begin van het seizoen was het al heel erg verrassend. Ja, was het al gewoon heel goed dat ik me heel erg veel verbeterde. En op het OKT had ik dat niet verwacht. Nee.
Nou, die jongen die op het podium staat is mijn leeftijd. Ja. En die jongen die eerste wordt, Tin Yugao, die is ook nog maar 5, 24 volgens mij. Dus bij mij duurt het gewoon eventjes wat langer. Maar ik hoop dat ik daardoor ook een iets duurzamere carrière heb. Dus, ja, toch? Gaan zien. Ja, hè? Maar het was, de eerste dag was het nog veel erger. Ja. Gisteren was het al ietsje beter. Ja. Hier zit een ronding in, zeg maar, deze. Ja. En er zit een kromming in deze richting. Oké. En die twee die kan je natuurlijk tot in ten treuren veranderen. Ja. En ook nog van, maar dat doen we niet zo vaak hoor, maar je kan ook, deze zit natuurlijk los onder. In principe, dus je kan hem naar binnen zetten en naar buiten zetten. Dus je schaats zo zet, stuurt hij anders. Zo ook. Ah. En is dat dan per persoon wat fijn is, of is dat dan verschilt dat per ijzer of zo? Nou, meestal doe je dat als je nieuwe schoenen hebt en nieuwe ijzers, doe je dat één keer zoeken. Ja? Daarna gebeurt er niet zoveel meer mee. Maar die afstelling van het ijzer, dat is dus afhankelijk van het ijs. Dit is slijpen. Ja, ik ben nu de ronde aan het slijpen. Okay. Hoe kom je erbij om schaatsenslijper te worden? Ik heb zelf geschaatst. Is dat voor je interessant materiaal? Ja, nou, en toen. Ja, ik was het niet helemaal eens met mijn schaatsenslijper. Zo begint het, hè? Ja. Dus toen ben ik eigenlijk allemaal meetapparatuur zoals dit gaan ontwikkelen. Omdat ik het allemaal kon meten, kon ik ook echt gaan testen. Van joh, als ik nou dit doe, wat gebeurt er dan? Ik ben eigenlijk opgeleid als instrumentmaker. Dus ik ben ook opgeleid om gereedschappen te maken. Medische instrumenten, zeg maar, voornamelijk. Oh, wat vet, hè? Dus ik zat toen op school, dus ik heb dat op school allemaal gemaakt. Nou, wat ga je nu doen? Ik moet nu naar Meadow Plaza. Maar ik vraag wel even of Marijn mij gaat naar jou. Ja, top. Oké, is zo. Sjesje. Thank you. Hello. And I'm here to pick you to Beijing Meadow Plaza. Okay, let's go. Bye. Congratulations, you have two gold medals. Yes, thanks. Leuk. Maar vind je het nog een beetje bizar dat je nu gewoon twee gouden medailles hebt? Of was het helemaal in de plan en dacht je... Nee, ik wilde heel graag... Olympisch kampioen worden. Ja. En ik wist, ik heb 4 kansen. Maar ja, het kan ook 4 keer net niks zijn, zeg maar. En dat ik er nu dan 2 heb. Ja, eigenlijk na die eerste kon het al niet meer kapot. Voor de eerste was ik wel echt heel gespannen. En eigenlijk voor de 5 kilometer niet meer. En dan kon ik gewoon lekker vrij rijden. En toen kwam er ook gewoon echt een hele mooie... Dat is ook wel lekker, denk ik. Ja. En kwam er een hele mooie rit uit. Ja. Straks een meisje gaat ook echt een soort van presentatie houden. Dat is heel grappig. Dat is grappig. Maar voor jou alleen? Of nee, voor Martina en Isabella ook. Het is heel grappig om te zien echt hoe je vroeger op school ook... Oh, wat is een spreekbeurt? Ja, en helemaal uit haar hoofd geleerd. Ik hou mijn spreekwoord over in de schouder. En de hele tijd ook congratulations. Ja. Maar wat is dan, als je terugkijkt, wat denk je dan, wat dan de schakel was, zeg maar? Na? Ja, ik ben technisch best wel vooruit gegaan. Dus daar een grote stap gezet. En mentaal ook. Ja. Toen dacht ik ook van weet je, dit... Is dit het? Word ik nu, toen werd ik 2 keer 7e. Toen dacht ik, is dit nou mijn ding? Ik ga niet voor die 7e plek rijden, zeg maar. Nu zeg ik gewoon, ik ga voor de winst. Ja. Is dat echt gewoon een verandering in je mindset? Nou ja, weet je, tuurlijk, je gaat wel, je merkt dat je beter wordt. Gold medalist and Olympic champion, Netherlands! Irina Schouten! Maar ik merkte dat ik beter ging schaatsen en... als je dan op een gegeven moment van de andere meiden wint, dan denk je dus van, hey, je kan ze wel verslaan. Het is gewoon denk ik elke keer een stapje wat weer een boost geeft en wat je met de al dan weer... Ja. Ik ga nu wel met meer vertrouwen rijden. Ja. En dat, ik denk dat ook veel mensen dat zien en de uitstraling op de baan is ook anders.
Spaar je ze of zo? Ik spaar ze. Hoeveel wil je doen? Ik wil er nog wel nog meer. Ja. Yes, of course. Ja, je moet het ergens proberen te verdienen. Ja. Dan weer in de keuken of badkamer, wat is het? Nogmaals, als je een verkeerde uitspraak hebt. Puur vanuit zichzelf. En ik ja, vind het natuurlijk niet erg, maar. Ik hou het niet tegen. Ik hou het niet tegen, maar het is wel. Eigen initiatief.